Gefeliciteerd en welkom bij Sparta. Uh, ja, wat is je eerste indruk van de club? Um, mooie club, warme club. Um, ja, grote historie. Dus ja, uh, yeah. Sparta, zeker, inderdaad. <laughs> uh, ja, hoe is uh, deze transfer tot stand gekomen? Gisteren werd natuurlijk al wat uitgelegd in de media, maar ik ga ervan uit dat je al wat langer dan gisteravond wist ja. dat je hier ging tegen. Nee, nou, ja, uh, goed uh, contact gehad met, uh, met Gerard en uh, ja, het is eigenlijk heel snel gegaan. Trainer uh, meteen gesproken over hoe het eraan aan toe gaat hier en uh, wat de plannen zijn. En uh, ja, dat beviel eigenlijk heel goed. Dus uh, we zijn er eigenlijk heel snel, uh, heel snel uitgekomen. Goed, dat gaat inderdaad met technisch directeur Gerard Nijkamp. Die jij al heel goed kent van je periode bij PEC Zwolle. In hoeverre, uh, ja, hoe grote rol heeft hij gespeeld in deze transfer? Um, ja, ik denk ook wel. Uh, bij Zwolle was hij natuurlijk uh, ook directeur toen ik daar zat. En uh, ik had daar een heel goed jaar. Dus uh, ja, ik denk van beide kanten vertrouwen en... Uh, ja, zin om mee te beginnen. Is Gerard eigenlijk ook iemand waar je eigenlijk door gedurende de jaren altijd contact mee hebt gehad? Um, nou, niet heel vaak contact, maar wel altijd uh, wel contact geweest. En uh, ja, nu kwam het uiteindelijk zo uit dat, uh, dat we eigenlijk weer uh, bij elkaar konden komen. Wat ook uh, ja, door andere media bekend is, is dat Sparta al vaker een lijntje naar jou heeft uitgegooid uh, in de loop van je carrière. Ja, waarom heb je er nu wel voor gekozen om naar Sparta te gaan en een aantal jaar geleden niet? Um, ja, nou, dat is dus wel uh, grappig. Um, dat ging uiteindelijk niet door. Ik bleef bij Groningen nog een jaar en. Uh, ja, zo, uh, zodoende ging dat niet door. Was dus, uh, het wel altijd een doel voor jou geweest om hier misschien ook nog een keer uh, te komen spelen? Mocht Sparta nog een keer interesse in jou hebben? Ja, zeker. Het was altijd wel. Uh, ik heb er altijd wel graag willen spelen. Alleen ja, op dat moment ging het niet door. Dan uh, had ik een ander, uh, ander plan. En. Uh, ja, nu is het gewoon heel belangrijk voor mij om weer, weer te gaan spelen en vandaar ook de keuze voor Sparta. Dit seizoen is voor jou uh, ja, wat anders gegaan dan dat je had verwacht. Je begon het seizoen bij FC Utrecht als basisspeler, maar door een uh, blessure heb je uh, ja, al maanden niet meer uh, gevoetbald. Wat is er precies gebeurd? Ik heb uh, In de laatste bekerwedstrijd die ik speelde, heb ik uh, de buitenband van mijn knie gescheurd. Uh, en die moest geopereerd worden, dus uh, ja, het was een lange blessure, zware tijd, maar uh, helemaal fit weer en uh, klaar om te beginnen. Want je bent nu al wel weer eenmaal fit, uh, waardoor je sowieso al het begin van het seizoen van Sparta houdt. Maar misschien in wel dit seizoen kan spelen. Ja, ja zeker. Ik ben, uh, ik ben wel set fit. En, uh, dus ik ben, uh, ben inzetbaar. Precies, nou dan is het in ieder geval een groot voordeel dat je niet een deel van de voorbereiding <laughs> hoeft te missen. Nee, precies. Uh, ja, je tekent voor twee jaar. Uh, Wat is dus, uh, voor jou belangrijk om in de komende twee jaar te bereiken bij Sparta? Nou Ja, Ten eerste gewoon weer mijn niveau halen. Um, ik denk dat dat belangrijk is. afgelopen anderhalf, twee jaar wel. Uh, wat minder, maar uh, ja, ik hoop weer naar mijn oude niveau na de blessure te komen en uh, ja, iets moois te bereiken hier met Sparta. Heel veel succes! Dankjewel.